fantastische mooie dag op de kermis in Geleek! Hallo allemaal, vandaag zijn we in Geleek, een gigantische mooie grote kermis. Kom je vaker op de kermis in Geleek? Ja, elk jaar als het is, dan kom ik wel. Ja. Is de kermis groot genoeg voor je? Ja, vind ik wel. Ja. Het was ooit eens groter, maar ik vind het goed. Ja. Je gaat vaker met een klein zo naar de kermis. Geregeld, zo. Jij bent er van Geleek? Ja. Sinds 8 jaar. Woont hier in Geleek? Ja. En waar heb je voorheen gewoond, meneer? In Spoorbeek en in Schellen. Wat zei de kermis van Geleek? De kermis is leuk, hè. Het is gewoon geweldig. Vooral voor die kleine. We kennen nog even de zonde, maar die niet. Ja. Heb je maar één klein kind, meneer? Ik heb er 5. En dan heb ik het schoenlijk gehaald. Ik heb straks met de pap, ik heb hem opgehouden. Maar je moet niet echt in de kermis. En welke attractie is het al geweest? Het reuzenrad in Materijnen. En dat vind ik zelf ook leuk. Gaat opa ook met? Ik heb wel niet kijken. Hè. Opa gaat ook met het reuzenrad in? Ook met, ja, natuurlijk. Ja. Dus je vindt de kermis eigenlijk veel te groot, mevrouw? Ja. Dus de kermissen van vroeger vind je gezelliger? Dat waren kermissen voor de gezinnen, maar dat is nu niet meer zo. Moet ik er eerlijk zijn, hè? Ja, dat is mijn mening dan, hè? Mevrouw, je zit lekker fijn het genieten van de gekleinzoon. Jazeker, geweldig, toch? Hartstikke fijn. Ja. Hoe oud is de kleinzoon? Hij wordt 4 en hij wordt hier 8. Ja. Je woont oorspronkelijk in Geleek? Ja, we zijn van Geleek. Ja. Ja. En hoe lang woont je al in Geleek? 60 jaar. Dat is al een ganse tijd, hè? Ja. Het bevult die goed dus. Ik bevalt me prima, ik wil niet weg, dus ja. En ben je vroeger ook altijd naar de kermis gegaan? Ja. Altijd, ja. Je bent ook van Geleek? Nee, Brunsum. Altijd naar Geleek naar de kermis? Ja. Meneer, ik heb net vernomen van die vrouw dat je eigenlijk niet voor de kermis komt. Ja, dat klopt. Dat heb je gezien. Net zo goed, ja. Je komt gewoon veel. We moesten die smaakjevers zijn, maar dan moeten we dadelijk nog even terug, dus dan lopen we niet even rond. Dus toch heel even komen nazen naar de leuke kermis van Geleek. Heel even komen nazen naar de kermis van Geleek. Nou, we waren schon weer erbij. Ja, eindelijk, hè. Het wordt langzaam duur, hè. Maar dat is de enige dag pas. Hè. We zitten in de zon aan het bidden. Ik houd van de zon, ja. Ik houd van de zon. Hè. Dat slechte weer, dat toch voor mij helemaal niet. Wordt ook dadelijk in een of andere attractie? Nee, niet uit. Misschien wel op een of andere automaat spelen, maar gewoon niet in die draaiende dingen, dat is niks voor mij. Welke automaat wordt dat? Ja, dat weet ik niet. De griepkranen of zo gaat.
Wist ik het kan schoenen daar. Ze gaan een nieuw horloge trekken. Ja, weet ik niet. Moet ik kijken. Kijken wat van de heen komen daar. Ik ben niet van, van Limburg. Ik ben geboren Limburg. Geboren Roermond. Roermond. Ja. Je staat al jaren op de kermis. Al jaren op de kermis, sinds de geboorte. Dus van kleins af aan. Familiebedrijf, hè? Ja. En hoe lang staat je al in Geleen op de kermis? Johan, hoe lang staan we hier al? Zelf meer dan 60 jaar zit dat. En Geleen dus. We staan hier al een paar jaar. En hoe oud is het bedrijf op zich? Over 2 jaar bestaan we 100 jaar. Zo hé, dat is een hele tijd, hè? 1917. En steeds met deze artikelen, meneer, ook veranderd van hem? Altijd draaimolens, af van alles. Hier, sinds 1918 op de kermis. U doet het met hart en nieren, doet u? Ja, met hart en nieren. Een tijdje tussenuit geweest, heb ik de baan gehad aan de wal, zoals wij dat noemen. En nou weer terug, sinds een paar jaar. Bloed kruipt waar het niet gaat, zeggen wij altijd. Vol bewondering heb ik naar jouw kunstwerk gekeken. Dankjewel, ik heb ook vol bewondering naar jou staan kijken. Hoe lang doe jij dit al? Ik ben nu 18 jaar zelfstandig. 18 jaar, ja, waarvan een jaar of 7 of 8 op de kermis. Een beetje van dit en een beetje van dat. Door het hele land, een beetje Nederland, een beetje Duitsland. Overal, wat gezellig is, kom ik ook. Je leuke neus. Je doet kinderfeestjes en zo? Nee, daar heb ik de tijd niet voor. Ik doe heel veel straattheater en wat festivals. Als het mogelijk is in het circuswerk, dus van alles en nog wat. En dan schieten de kinderfeestjes erbij in. Ja, die moeten toch van kunnen leven. Dus je moet het zo breed mogelijk uitpakken. Kinderfeestjes maar 1 keer per jaar. En het is maar eenmalig, komt niet meer terug. En dit komt ieder jaar terug. Dus het komt nu in eerste. Het is geweldig, wij twee. Nog een vraagje. Ja. Daarnaast doe je daar geen werk bij. Wat zeg je daarnaast? Naast het kloot. Naast het kloot. Niks naast. Naast het kloon zijn. Ja, een beetje goochelen. Hobby, goochelen. Om het professioneel weer te tentoon te stellen. Dus de hobby is eigenlijk het beroep geworden. Apart, hè? Grappig. En gaat hij jou ook iets moois maken? Oh, sorry. Kom eventjes staan, jong. Gaat hij jou ook iets moois maken? Sorry. Word je helemaal happy in dit vak? Ik wel. Het is het mooiste wat je kan zien. Als je die oogjes van de kinderen ziet, als ik de oogjes van jou zie, dan is het toch gewoon één groot feest iedere dag. Alleen ik kom jou niet iedere dag tegen. Nee. Hé, wat jammer. Niet iedere dag kermis, ik lief. Nee, nou daar kunnen we wel voor zorgen, hoor.